Het openbaar debat van de adviesraad Sociaal Domein Druten trok maandagavond maar liefst 200 belangstellenden naar cultureel centrum De Bogert in Druten. Het debat stond in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen en ging vooral over de zorgcriminaliteit, de WMO en vrijwilligers. Wim Brandt, voormalig VVD-fractievoorzitter in Beuningen, leidde het debat. Er was veel interactie met de zaal, die pittige vragen niet schuwde als het ging over de zorg, overlast en hondenpoep. Alle partijen waren aanwezig en ze bleken het regelmatig met elkaar eens te zijn.